De regering zal zich door een team van deskundigen laten informeren omtrent de meest recente uitspraak van het Constitutioneel Hof. Dit besluit is op dinsdag 8 augustus 2023 genomen tijdens een spoedbijeenkomst op het kabinet van de president. Tijdens deze meeting hebben president Santokki en vice-president Ronnie Brunswijk zich samen met de leiding van de Nationale Assemblée, de fractievoorzitters van de coalitiepartijen, agent van de staat, meester Roy Bainat Pandey en de ministers Kenneth Amoksi en David Abiyamovo gebogen over het oordeel van het Hof. Hierbij waren ook juristen van het bureau Mensenrechten en andere deskundigen aanwezig. Er is inderdaad een meeting geweest met de president, de vicepresident, de voorzitter van de DNA, ook de ondervoorzitter, de agent van de staat, meester Baidas Pandey, enkele andere mensenrechten deskundigen. Die meeting ging over het oordeel. Het recente oordeel van het Constitutioneel Hof met betrekking tot de Amnestiewet 1992. En kijk, als overheid, wanneer er een oordeel is uitgekomen vanuit het Constitutioneel Hof, dan ga je zitten daarover, je gaat je beraden daarover, je gaat met de mensenrechtendeskundigen praten van eigenlijk wat is dit, wat betekent het. Toch? En daarover ging het. Bijvoorbeeld als we zouden praten over consequenties. We weten allemaal dat inderdaad een binnenlandse oorlog is geweest. En dat deze amnestiewet de basis is geweest om de vijandelijkheden te doen beëindigen. En alle partijen aan tafel te krijgen. En zo op die manier het democratisch proces van verkiezingen en regering om al deze zaken weer in place te krijgen. En one day, je kiest een oordeel voor een constitutioneel hof, bij als het ware, alles aan je kon tappen 0. Baka. En terecht, nou een moment. Die ook alleen maar zijn betrokken in zo'n gebeurtenis. Tak dogos, dan denk je even dat je een opzending aan Tamara. Maar het is niet zo dat je Tamara, openbaar ministerie, ook die opdracht, dat je moet sporen dat hij op, je moet sporen dat hij op. Nee, daarom ik hoor aan mijn idee. Voor kon naar Makandra, voor Luku soort besluit, Kanteki, voor Gomoro Fara en Faum Goom. Nanga oordeel is voor een constitutioneel hof. Dus aan de ene kant is dat op sa, dat sowieso like, wat openbaar ministerie, APG, een instituut, sowieso wil ik regering, we zijn een schrift go drape voor adviseren, we ook toe va u kan go om nanga a situatie dus. Dus los voor dat die. Eigenlijk beschouw ook toe eigenlijk een betekenis voor amnestiewetten. Omdat aan de instrandaan hoe vijandelijkheden. Om een kondrede in Latijns-Amerika, ook Zuid-Amerika, staat in zo'n situatie die ze ook toe. Maar zijn belangrijk taki, bijvoorbeeld bepaalde strafbare handelingen zijn pleeg. En ook toe in alle de verdragen zijn dat die de formel taki, bijvoorbeeld if genocide, misdaden tegen de menselijkheid, dan zijn like, oorlogsmisdrijven, gedwongen verdwijningen. Alleen zijn dat de in de amnestiewet taki, dan zijn die in de man go vrij uitgeden. Dus dat nou een punt zijn om moet horen. Tak bijvoorbeeld eventuele gevallen voor de standaard zijn comfort. Sowieso in een kies, in een gevrij over de standaard. Dus maar een geruststelling, die de smaak zijn bij de betrokken taki. En ook taki, Tamara, openbaar ministerie, school toe, op voor kon, take you tjago verhoor. Niet als een nego zo, als een apwaan proces. Minister Bakati, de wan voor volgende meeting, ik kom? Sowieso, nelek van mij bij tak eerder. Dit is na begin,
En bijvoorbeeld, voor moet stak naar het Openbaar Ministerie, dat wordt dat ook toe. Dank u wel, minister. Alsjeblieft.